VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Wandelvoetbal in de wijken met Via VVV en een elftal vragen aan Vito van Krooi met nu de eerste helft. Waarom ben je gaan voetballen en hoe oud was je toen? Toen ik ben gaan voetballen was ik 5 jaar. Was bij Quick Boys. Waarom ben ik gaan voetballen? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je het vooral leuk vond. En ik denk dat het ook wel van je ouders afkomstig is dat je bent gaan voetballen. Nou, ben je ook altijd aanvaller geweest? Ik ben altijd wel aanvaller geweest. Ja, en de F's is het natuurlijk wel moeilijk omdat iedereen dan wel overal loopt. Maar sinds het een beetje op begon te lijken, dan ben ik wel aanvaller geweest. Ja. Had je vroeger ook een idool als voetballer? Ronaldinho was altijd wel een groot idool voor mij. Ik denk wel een van de beste voetballers alle tijden, ja. En de mooiste om naar te kijken. Wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf als voetballer? Ik denk dat ik dit seizoen wel wat doelpuntjes meer had kunnen maken. Dat is wel altijd het belangrijkste als aanvaller, dat je doelpuntjes maakt. Wat is je mooiste moment als voetballer tot nu toe? Ik denk de goal bij Twente uit. Het mooiste moment is natuurlijk het kampioenschap dat we hebben gehad hier. Ja. En je optredens in Oranje? Ja, dat is ook. Ja, Jong Oranje, mijn debuut daarvoor, was ook een mooi moment. Maar kampioenschap met je eigen clubje, dat is wel het mooiste. Wat is je mooiste goal tot nu toe? Ja, dat was de goal bij Twente uit, ja. Ik weet destijds toen we daar elkaar over spraken, toen twijfelde je nog tussen deze en die tegen MVV, als ik het goed zeg. Ja, maar ik denk dat deze wel wat moeilijker was om te scoren, dus vandaar deze. En op een hoger niveau? Ja, dat ook nog eens, ja. En in een mooier stadion. Wat is je grootste blunder tot nu toe bij VVV? Mijn grootste blunder? Die heb ik denk nog niet gehad eigenlijk. Ik denk dat als aanvaller is het sowieso moeilijk om een blunder te maken. Maar mijn grootste... misschien toch een goal die je had. Ja, niet de missen kans. Die heb ik volgens mij ook nog niet gehad. Ja, misschien 1-1 met de keeper een keertje. Maar ja, ik denk dat dat altijd kan gebeuren. Dus van een blunder wil ik nog niet spreken eigenlijk. Straks de tweede helft met meer vragen voor Vito. Nu wandelvoetbal in Venlo-Zuid. Wandelvoetbal wordt steeds populairder onder 60-plussers. Deze aangepaste vorm van voetbal is voor iedereen die mensen wil ontmoeten en in beweging wil blijven. Je bent buiten, dat is het belangrijkste. Weer en wind, regen of bloedheet, zoals vandaag. Je bent bezig, je hebt dat oude lullen gevoel van een beetje voetballen, een beetje kletsen, een beetje koffie drinken, soepje eten. Je wordt niet zo moe van, tenminste niet zo erg. En het sociale contact is super, voor en na het voetbal, is heerlijk. Hier in Venlo hebben we eigenlijk twee vormen. De Allstars, die doen eigenlijk het professionele wandelvoetbal. Iedere woensdag trainen ze rondom het stadion, hebben toernooien tegen andere clubs. Maar daarnaast willen wij het wandelvoetbal ook naar de wijk brengen. Waar eigenlijk iedereen in zijn of haar eigen wijk lekker kan wandelvoetballen. Zoals in Venlo-Zuid, waar rond de 10 senioren wekelijks op maandagochtend een balletje trappen op het Kruifkoord. Na een uurtje voetballen gaan de wandelvoetballers een gesprekje aan met de wijkbewoners en eten ze samen een kop soep of drinken een bakje koffie. Het gaat niet alleen maar bewegen, het gaat ook om het gezellig samen zijn. Eigenlijk de derde helft. En die derde helft doen ze bewust in het huis van de wijk. Voor degenen die echt niet meer kunnen bewegen, kunnen ze in ieder geval nog samen met hun nog een kopje soep of een kopje koffie drinken. In Venlo Oost wordt er op vrijdag gewandelvoetbald. En via VVV hoopt dat het initiatief ook snel in Blerik, Tegelen en Venlo Noord wordt opgepakt. Ons droombeeld is dat we op iedere dag in iedere wijk of ergens een wandelvoetbalactiviteit plaatsvindt. Hoge bal, hè? Oranje, hè? Ik heb te lang niet gesport. En dit is een goede aanvang om lichamelijke bewegingen toch weer in te voeren. Ik ben nu ook op leeftijd wat zwaarder geworden, hè? Dat moet er toch een keer vanaf.
In ieder geval een groot gedeelte. Dus, en dit is een heel goed begin, want ja, het klinkt wel wandelvoetbal. Dat is heel langzaam en zo is wat voor oom man, maar dat is niet het geval. Het is toch, net zoals vroeger, positiespel, vrijlopen. En daardoor hoef je niet te rennen. En dat is het hele eieren eten. Ik ben een volleyballer geweest altijd. En op een gegeven moment scheid er mee uit als ik een beetje op leeftijd ben. En toen kwam even een paar maanden na het begonnen was hier. Kwam Don mij vragen om eens een keer in het veld te gaan staan. En dat is nu bijna 2 jaar of zoiets geleden. En dan ben ik blijven hangen. Dus, en ik doe het nog veel plezier hoor. En we hebben dan op de vrijdagavond, dan is de oudste 72 of zo, weet je, maar het is nog altijd gezellig met die oude mensen. Dus. Net zoals vroeger in de wei met de buurjongens, gewoon tegen een balletje trappen zonder al te veel belemmeringen in de vorm van regels en voorwaarden en condities. Hier kun je zo beginnen. Geen contributie, dus... Walking voetbal of de wandelvoetbal is in eerste instantie bedoeld voor mensen boven de 65. Maar hier in Venlo zeggen we eigenlijk is voor iedereen. Mensen die door een chronische ziekte wat minder kunnen bewegen. En die kunnen altijd nog wandelvoetbal doen. Dus eigenlijk voor iedereen die kan wandelen, die kan ook wandelvoetbal doen. Mensen die ook interesse hebben in wandelvoetbal kunnen op maandag of vrijdag komen kijken in Venlo Zuid of Oost. Of een mail sturen naar via@vvvvenlo.nl. Terug naar een elftal vragen aan Vito van Krooi. Het is tijd voor de tweede helft. Heb je ooit al eens gedroomd van een profclub in het buitenland? Zo ja, welke is het en waarom? Gedroomd, ja. Nee, niet eigenlijk echt gedroomd. Ik denk dat... Ja, natuurlijk zijn mooie clubs, maar... Ja, als dat nu aan de orde is, dat is iets anders. Je droomt niet van, dat is een club, daar zou ik wel willen spelen. Ja, natuurlijk, daar zou je wel willen spelen. Maar ja, dat is uiteindelijk, denk dat dat niet reëel is tot nu toe als je bij VV speelt. Bij welke club wil je voetballen later? Ja, dat is een beetje dezelfde vraag, denk ik. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, je weet nooit wat er gaat komen. En ja, natuurlijk wil je altijd het maximale eruit halen. Dus ja, we zullen zien waar dat gaat eindigen. Ja, wat zou een logische stap zijn naar VVV voor jou? Ja, ik denk dat een logische stap sowieso wel een subtop in de Eredivisie is. Dus ja, we zullen zien. Oenar Staal gaf aan na zijn actieve carrière terug te willen keren naar zijn oude club. Hoe zit dat bij jou? Ik ben nog heel jong, ja, 22 pas. Dus ja, over een jaartje of 10, ja, het zou natuurlijk altijd mooi zijn om hier te eindigen. Misschien hoeft niet per se als voetballer, maar misschien voor iets anders. Maar... Ja. Bij VVV bedoel je? Ja, ja, klopt. Ja, dat is mijn oude club dan toch. Een andere rol als trainer of zo? Ja, trainer weet ik niet. Ik denk dat trainer me niet echt ligt. Of ja, misschien kan het nog komen. Maar dat zit niet echt in mijn karakter om denk ik ooit trainer te worden. Tot slot nog 2 korte keuzes. Roda met VVV en Fortuna volgend seizoen in de Eredivisie. Ja of nee? Ja, het zou het mooiste zijn als alle vier Limburgse clubs erin zitten, denk ik. Ik denk dat dat wel het mooiste is. Maar ja, hoe je het nu zegt, dan zitten er 3 erin. Dus dan zeg ik ja. En echt tot slot, Lars of Delano? Natuurlijk Delano, hè. Mijn broertje. Dus ja, ook een makkelijke vraag eigenlijk. Ja, als jij de trainer was en moest kiezen wie er moest keepen? Ja, natuurlijk Delano, hè. Dankjewel Vito en dankjewel kijkers voor de vragen. Ondertussen zijn ook vragen voor Clint Leemans en Ralf Suntjes. Welkom via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem op te nemen met bijvoorbeeld je telefoon. VVVTV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het Vervoerscollege Venlo.